Kennisdag als icoon, hè? Want eigenlijk is het icoon van het hele programma PIW. Voor burgers doen. 10 september is de eerste, met een ochtend en een middag. En daarna elke 3 weken op de donderdag in. Het is heel droog in Nederland en daardoor ontstaan snel kale plekken in de grasmat. En die kale plekken die worden dan weer benut door probleemkruiden om zich razendsnel te verspreiden. Ik ben Peter Bonen, ik ben beleidsmedewerker bij Waterschap Vallei en Veluwe, maar ik ben ook grasregisseur voor STOA. En we zijn hier in Burgers Bush in Arnhem omdat we jullie uit willen nodigen voor een workshop over probleemkruiden op dijken. En als je die probleemkruiden eenmaal hebt in je grasbekleding, hoe krijg je ze er dan weer uit? Daar gaan we het over hebben op die workshop. Dat doen we samen. En met jullie willen we verkennen welke probleemsoorten hebben we het dan over en welke oplossingen zijn er te vinden. Dus zoom met ons mee, zou ik zeggen. En dan volgend jaar, 19 maart 2021, weer ouderwets live op deze locatie.